op wie staan jullie te wachten? De Sinterklaas naar de Piet. En vinden jullie het spannend? Nee. Nee? Ben je niet een klein beetje zenuwachtig? Nee. Dan gaan jullie je schoen zetten? Ja. En wat ga ik in je schoen? Ben je wel lief geweest het hele jaar? Ja. Ja? En wat ga je vragen aan Sinterklaas? Ja, ik heb vragen. Dat weet ik niet. Weet je toch niet? Ga je wel in je schoen zitten vanavond? Ja. Ja? Denk het wel, maar mijn moeder weet het niet. Ja? Maar je bent al wel lief geweest? Ja, heel erg. Zo'n zusje. Ja, en gaan jullie ook de schoen zetten vanavond? Ja. En doe je dan een verlanglijstje erin? Ja. Wat staat er allemaal op? Een lief Sinterklaas. Ik hoop dat ze me lief vindt. En heel goed ging het, als alles goed ging. Ziet iemand Sinterklaas al aankomen? Nee! Zullen we hem eens heel hard roepen? Oké, dan gaan we. 1, 2, 3, Sinterklaas! Kom op, dat gaat harder, Sinterklaas! Ik zie nog... Volgens mij komt hij eraan. Oh. Ik voel het. Ja. En ik zie allemaal Pietjes. Nou, dit ziet er goed uit, jongens. Het is in ieder geval Sinterklaas. Beste Piet hebben we in ieder geval. Ik zie het orkest, dat gaat helemaal goed komen. Die zit achter jullie ergens. Oh, die ging niet zo snel natuurlijk. Wat is dat nou? Dat is Zwarte Pieter. Maar kijk nou. Sinterklaas heeft groot gelijk. De enige echte die komt nu foto's op. Ja. Nou zeg. Welkom Sinterklaas. Dag Sinterklaas, we zijn heel blij dat u weer in Leusden bent gekomen. Want we wisten dat u was een beetje laat. Ik dacht, u bent weer uw staf kwijt. Maar dat was het niet, hè. We waren bijna bang dat u ons was vergeten in Leusden. Nou, mevrouw de burgemeester, ik was u niet vergeten. Nou, gelukkig. Hebben jullie lang moeten wachten, kinderen? Ja! Weten jullie hoe dat kwam? Nee! Eerst was mijn staf weg. En toen kon de boot niet verder. Ik dacht, ik ga met de boot naar het centrum. Maar we moesten een stukje met de trailer, dus het duurde wat langer. Vinden jullie niet erg, hè? Nee. Ik ben ook blij dat ik weer een Leusden ben, mevrouw de burgemeester. Ik vind het fantastisch. En ik vind dat u ook zoveel mooie Zwarte Pieten heeft meegenomen. Daar zijn we heel blij mee. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Maar wat mij wel opvalt in Leusden,
Het lijkt wel of er steeds meer kinderen bij komen. Hoe zit dat hier? Nou, ik denk dat de kinderen het zo fijn vinden dat u komt, dat ze dan ook zeggen tegen de familie, kom maar mee, want in Leusden, daar is het altijd hartstikke gezellig. Sinterklaas is lekker uitgerust. Nou, ik voelde mij wel een beetje in de boot genomen vandaag. Ja, ja. Hij is al daar. Hij is ook al weer weg. Ja, ik dacht even, die kapitein die moet zijn rijbewijs nog halen. Daarom duurt het zo lang. Oh ja, dat is ook wel heel erg goed, hè. Ja, het is leuk, hè, Piet, hè? Ja. Ja. En heeft meneer Marco ook muziek gemaakt met de kinderen? We hebben gezongen en we hebben muziek gemaakt. We hebben Pauline erbij, want die heeft ook nog een dansje gedaan. Ja. Die kunnen heel goed dansen. Die zijn van dansschool Paulien. Hoe zijn jullie nou hier gekomen? Waren jullie met een boot eerder? Zijn deze Pietjes dansend gekomen, kinderen? Ja? Oh, mevrouw Paulien lang niet. Sinterklaas. Mevrouw Paulien lang niet gezien. Nee. Dag, ik ben Pauline. Ja, ik weet wel wie u bent. Oh, ik weet ook wie u bent. Ja. Oh. Gelukkig wel. Ja, gelukkig. Ik heb een hele leuke verrassing voor u. Echt waar? Ja, want u zei al, er zijn zoveel kinderen hier in Leusden. En er zijn een heleboel kinderen die heel goed kunnen dansen. Wij hebben een verrassing. Wij hebben een Pieterdans gemaakt voor u. Nou. Met alle kinderen van Leusden. En de danspietjes. Dan ben ik wel heel benieuwd, kinderen. Jullie ook? Zullen we hem laten zien aan Sinterklaas? Ja! Oké. Okay. Ja. Zijn jullie er klaar voor? Bent u er klaar voor, Sinterklaas? Moet ik een stukje aan de kant? Nou, een klein stukje, maar gewoon lekker kijken en genieten. Dat mag. De DJ mag de muziek aanzetten. Erbij hebben. Hè? En ik heb ook een politiepietje daar. Een politiepietje? Ja, met de roze muts op. Oh ja. Ja. En de krullenbolpiet. Ja, wat leuk aan. Krullenbolpiet, oh ja, die is mooi zeg. Ja. Met die dingetjes in het haar. Natuurlijk, ik ben u niet vergeten. Want jullie willen toch dat Sinterklaas elk jaar komt in Leusden? Ja. Ik hoor jullie niet goed, willen jullie dat? Oh. Nou, dat is wel duidelijk. Nou, kunnen we dan afspreken, mevrouw de burgemeester, dat hij volgend jaar gewoon ook weer komt? Nou, dat vind ik heel fijn, maar voor de zekerheid, dan bel ik toch weer eventjes. Vindt u dat goed? Nou, dat is altijd goed. Ja, gelukkig. Want u ziet wel, het zijn inderdaad steeds meer kinderen. En die zijn heel blij dat u er bent. En die hopen natuurlijk dat u straks ook gaat zeggen dat ze hun schoen mogen zetten vanavond. Ik kijk even naar de hoofdpiet. Waar ben je? Achterhoek. Waar is die hoofdpiet? Ja, achterhoek. Hebben jullie hem gezien, jongens en meisjes? Oh, ja, daar is hij. Ja. Wat vind jij ervan, hoofdpiet? Zullen we dat dan toch maar doen? Yes, zei Cheetin. De Sint is weer in het land. En dan krijgen we weer pepernoten cadeaus. Wat wil jij van Sinterklaas? Zei Cheetin tegen zijn broertje. Ik wil een nieuwe bal. Oké. Okay. Nou, jongensje. Die doet heel veel voor het winkelcentrum. En omdat hij zoveel voor het winkelcentrum doet, zijn er ook zoveel kindjes die kunnen genieten van het Sinterklaasfeest. Dus ik wil eigenlijk even een applausje voor Jorisje. En nou heeft Sinterklaas voor jou een klein cadeautje. En omdat jij veel van chocola houdt, krijg jij van een van de hoofdpieten een lekkere chocoladehaas. Oh nee, chocolade Klaas is het. Mag ik de schoen zetten? Even kijken. Ja, de schoen wel, maar niet de laars, okay, hè, mevrouw de burgemeester. Dan ga ik ook mijn schoen zetten. Nou, dat mag dan, hè. De grote kinderen mogen ook de schoen zetten. Patrick, jij ook. Hè? Yes. Nou, Sinterklaas, maak een...
een mooi feest van. Ik bedank voor de ontvangst. Heel graag gedaan. En in ieder geval tot volgend jaar. Tot volgend jaar en nu bent u helemaal voor de kinderen. Jongens, maken jullie ruim maal voor Sinterklaas. Sinterklaas is in de war, want jij hebt wat geschreven op een briefje, voor een cadeautje. Hij is aan het spul, hij is wel klaar.